Ik begin helemaal oud te gaan hier nu. Ik zweet me echt. Ik vind het zo eng, jongen. Je gaat vandaag echt zien hoe ik ga strippen in een restaurant. En nee, dat doe ik zeker niet voor de lol. Dat doe ik voor het programma Niks voor Niels. En daarin word ik steeds uit mijn comfortzone getrokken. En dan moet ik allemaal shit gaan doen die totaal niet bij me past. En Joost en Martijn die lachen me dan een beetje uit. Dat is eigenlijk het format. Waarom geen gierige gasten? Omdat we eigenlijk even wat tijd nodig hebben om wat nieuwe dingen te bedenken en het ook te maken. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker voor ons om origineel te blijven. Dus we hebben heel even die tijd nodig om vanaf januari 2018 ergens weer te gaan knallen. Dus gun ons even die voorbereidingstijd. In de tussentijd kunnen jullie gewoon gaan genieten van Geldrovers en dus van Niks voor Niels. En blijf even kijken tot aan het einde van de video. Want dan ga ik nog een aantal cadeaus weggeven. Omdat het uiteraard kerst is. Nee, dom erop. Nee, ga ik niet doen. Dit is helemaal niks van mij. Hallootjes, dit is uiteindelijk. Woe, de allereerste aflevering van Niks voor Niels. Het programma waar Niels even flink uit zijn comfortzone gaat halen. Ja, Niels, mag jij al voor een blok zetten? Het is heel simpel. Hij heeft nu met mij een afspraak. Hij denkt dat we gaan brainstormen voor Giergast hier op het kantoor achter. Het is stiekem niet zo. Niels gaat vandaag zijn allereerste Niks voor Niels doen. En het is dit keer een striptease. Ze zeggen, kom even met me mee. Yo, Nelis. Hoe is het, baas? Wat is dit? Dit is je allereerste aflevering van Niks voor Niels, man. Oh, god. Wat zou je zeggen, wat is echt Niks voor Niels? Ballet. Kom wel in de buurt. Ja? Ja. Je gaat de striptease doen, pik. Striptease? Ja, is ook een soort van dans. Nee, dom erop, aan. Ja, kom. We gaan. Ik heb hier ik wil zin niet. In, man. Ik ga niet, ik ga niet. Jawel, man. Niet. Kom hier, ik heb hier zin in, man. Ga ik echt strippen? Jij gaat een hele sensuele dans doen in de vorm van een burlesque show. Dus echt ordinair strippen. Strip is het niet, maar het is wel een hele mooie Franse burlesque show. Weet je wat het is? Oh ja, het klinkt nu in één keer heel chill. Burlesque. Hier, dat, hier. Dat is toch met die vier. Ja, dat is dit. Ik heb hier een filmpje voor je. Het is wel wat meer klasse, toch? Het is niet het ordinaire strippen. Het is jij die haar sensuele dans doet met veren en een mooi pakkie en van alles erop en eraan. Hé, hey, maar deze mensen die zijn lenig. Ik ben niet lenig. Dit is helemaal niks van mij. Nee, en daar kaart je gelijk het eerste probleem aan. Daarom krijg je nu gelijk les van onze dansprofessional. Oké, ik heb dus een belletje gepleegd naar dansschool Chalans. En ze hebben mij doorverwezen naar de allerbeste danseres, tenminste burlesque danseres, die ik maar kan vinden. En dat is Cerise van Bureau Burlesque. En zij gaat je een hele dag onder nemen, man. En dat is hier al. Dat is hier? Ja, dat is hierboven. Ze heeft een prachtige studio waar jij helemaal wordt klaargestoomd voor je grote show van vanavond. Waarom begin je te lachen? Omdat ik er echt heel veel zin in heb. Nee, ik heb er dus helemaal geen zin in. Nee, maar Niels, komt wel goed, jongen. Jij gaat het drukken, dit kan jij. Kom maar. Hoi, welkom. Hoi. Hij heeft vanavond een show om 10:00. Ja. En als burlesque danser. En kan jij hem onder handen nemen voor de komende 5 uurtjes? Want zoals ik Niels ken uit de kroeg, uit de club, is dat een biertje in zand, een feitje in de lucht. Maar echt soepel elegant is het niet. Oké. Okay. Ja. Ja. Kom zeg op, Niels. Ja, oké, okay, ja. Maar je hebt ook niet elegant, toch? Nee. Dat denk ik wel. We kunnen wel een mooie sexy vent maken. Ja, ja hoor. Als we goed gaan beginnen, zeker nice. Wel. Ja. Weet je, ik laat jullie twee gezellig samen. Ja, doe je jas maar uit. Dan gaan we lekker beginnen. Nu al. We gaan gelijk beginnen. Oké, okay. Jij gaat me echt alleen laten. Ja, ik ga je alleen laten. Ik heb een filmpje in de auto gezien en toen zag ik veren. Ja. Ik denk altijd een beetje aan Parijs. Ja. Een soort rouge. Beetje club. Moulin Rouge idee. Moulin Rouge, ja, inderdaad. Heel goed. Ja. En het is best wel sexy. Ja. Sexy, sensueel, maar elegant. Elegant. We gaan niet ordinair strippen. Doe je handschoenen aan. Handschoenen. Dan gaan we beginnen. Ja. We doen het elegant, classy. Dus je gaat groot bewegen. Je gaat niet als een bang iemand staan. Je gaat groot bewegen. Oh, mama. Looking so nice and ripe. Niels is nu met Cerise aan het oefenen. Ik ben even snel weggaan, want ik moet nog een outfit voor hem scoren. Met het outfit dat ze nu aan heeft, kan hij echt niet vanavond op het podium. Dus hakken, misschien een leren legging en een tanktopje. Zodat hij ook de juiste outfit heeft voor vanavond. En die ga ik even scoren.
zeg als jij er niet klaar voor bent. Want je doet allemaal leuk en aardig, maar dat outfitje is natuurlijk niet burlesque proof. Het is gewoon street burlesque. Ja, maar ik heb even geshopt voor je. Echt burlesque. Ah nee, donder op juist. Ja ouwe, dit moet je aan. Je hebt maat 42 toch? 43. Nou, ik heb nu een maatje te klein. Ik heb een tanktopje wat er mooi bovenop kan. Nee jongen. Maar als klapper op de vuurpijl van de Zwarte Panter hebben we een leren legging, mijn vriend. Wow. Nee, gast, ik ga niet in deze outfit. Moet je kijken, man. Ik pas hier niet eens in. Je past je zeker in, maar stel je voor, een stretch. Ik ga dit gewoon niet doen. Tenzij jij ook wat gaat doen. Heb jij een goede tegenprestatie voor Joost? Wat we kunnen doen is als jij je act gedaan hebt, mag jij ook wat gaan doen. Ik heb hier handschoenen. Mag jij een handschoenenstriptease gaan doen op het nummer van Pink Panther? Pink Panther? Ja. Mag je gaan sluipen? Mag je heel sensueel mag je handschoenen gaan uit op het podium? Oké. Okay. Nou, je gaat makkelijk akkoord. Dat is helemaal chill. Ik ga helemaal niet akkoord. Ik doe dit op één. Ja, ik begin te stotteren. Ik vind het nu al kut namelijk. Want dit komt rauw op het dak, jongens. Nee. Echt. Maar oké, ik doe dit op één voorwaarde. Jij doet dat en je gaat er vol voor houden. Niet 10 seconden showtje. Gewoon 3 minuten vol gas. Ga je entertainen, dan doe ik dat. Ja, is goed. Deal. Goed zo. Danilla, zijn we dan? Zijn we dan, ja. Hoe voel je je? Nou, niet goed, Joost. Nee, dat kan ik me voorstellen. We komen hier aan bij Mojo's Entertainment en het is geen club, maar het is gewoon een restaurant. Moet je je voorstellen, er zitten hier gewoon mensen te eten, lekker te genieten van hun wijntje. En er komt uit het niets een of andere halve tamme met zijn beentjes spartelen op een stoel, doen alsof het een professionele striptease is. Ja, gewoon een beetje onsmakelijk. Het is onsmakelijk, ja. Ik ga me omkleden. Ik krijg niet eens over mijn recht heen. Ja, precies dit, ja, Joost. Je bent gewoon dikker dan ik dacht. Je bent dikker dan ik dacht? Kijk. Wat is dit? Het zijn pasties. Pasties? Ja, voor op je tepels. Dat wil niet voor niks. Joost, hoorde dit bij de uitdaging? Zeker, zeker. Nou, probeer maar. Oké, mijn vrienden gaan me uitlachen. Niels, heb je schoentjes bij je? Mooi, ben je klaar om te gaan? Oké, over 5 minuutjes ben ik. Ik begin helemaal oud te gaan hier nu. Ik zweet me echt. Ik vind het zo eng, jongen. Niels, echt met respect, hands down, ben jij baas. Nou, jij hebt het goed gedaan, zeg. Ja, met jouw hulp, Cerise. Ja, ik stond voor mijn gevoel echt voor lul. Ja. Maar het gaf ook wel echt een soort van kick toen ik daar stond. Ja, dat zag ik ook aan je gezicht. Ja. Lekker los en je ging er gewoon voor. Ik was op een gegeven moment mijn choreografie kwijt. Maar ik dacht, gewoon improviseren en ik zie wel waar het schip strandt. Ja, heel, ja. Maar wat zeg je ervan? Ja. Is het iets of niets voor Niels? Ik zie mezelf dit niet vaker doen, dus het is niks voor Niels. Maar ik ben wel echt een speciale ervaringrijker, dus dankjewel. Serieus. Hey, vond je nou een leuke video of heb je nog een goed idee wat Niels moet onderzoeken of het iets voor hem is of niet? Plaats even in de reacties. Ga nou niet zo snel hier overheen lullen. Wat bedoel je? Jij moet ook nog wat doen. Jij moet de tegenprestatie doen. Dat was de afspraak, Pik. Oh ja, en dat gaan we nu doen. Door. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Liken, abonneren, je weet wat je moet doen. En nu vooral genieten van Joost. Het was de opbouw.
Ja, waarschijnlijk vond je het reet gênant om daarnaar te kijken, dus sorry daarvoor. Ik had nog beloofd om een aantal dingen weg te geven, althans dat ga ik nu niet weggeven, maar dat ga ik op Instagram doen. Dus ik heb hier een soort van Game of Thrones box gekregen. En die kun je winnen en dan moet je even naar ons Instagram kanaal gaan, gierige gasten. Ja, dat is wel lachen, er zit een hele DVD-box tussenin, bekers, allemaal shit van Game of Thrones. Dus die kun je winnen. En ik heb zelf ook nog 5 goodie bags gekregen van Videoland. En daar zit onder andere een gratis abonnement bij. Dus dan kun je gewoon lekker gratis video's en series checken. Dus dat is ook wel heel vet. Daar heb ik er dus 5 van. En als je die wil winnen, moet je even naar mijn eigen Instagram gaan. En dat is Niels Oosthoek. Dat staat nu hier onder in beeld. Ik wil jullie allemaal hele fijne feestdagen nog wensen. En een gelukkig nieuwjaar alvast. En in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van de Giergasten in 2017. Zonder jullie... waren we toch eigenlijk nergens. Ja, heel cliché, maar het is wel zo. Oké, later!